De Dutch Design Week is straks op heel veel locaties in de stad. Ook op onverwachte plaatsen als het Philipsstadion. Niet zo voor de hand liggend, maar toch klopt het. Sport en mode gaan heel goed samen. Nou, we hebben het Philipsstadion omgetoverd tot een één grote finishlijn, zou je kunnen zeggen. Waar je van begin tot eind eigenlijk dwars overheen loopt. We hebben daar 6 verschillende tunnels op geplaatst. Waarin we verschillende werelden van mode laten zien. De heftigheid van zo'n publiek en het schreeuwen en ook de hooligans zijn zeker voor modeontwerpers vaak toch ook een inspiratie om een collectie op te baseren. Dat hebben we her en der ook erin zitten. De rioters, de railschoppers. Maar daarnaast ook degenen die op het veld staan. De sportievelingen, degenen die gaan voor sport en de focus hebben. Dat is een heel mooi uitgangspunt. In de ontwerpen is op innovatieve manieren gebruik gemaakt van ongebruikelijke materialen, zoals industriële verpakkingsmaterialen. Nou, wat we ze vooral mee willen geven is dat er op het gebied van mode heel veel gebeurt qua onderzoek richting sport en extreme sportswear, maar ook performance en theater en dans. Dus het gaat heel erg om textielontwikkeling, een podium bieden voor jong modetalent. PSV speelt zaterdag, in het eerste weekend van de Dutch Design Week, nog wel gewoon een wedstrijd in het Philipsstadion. Maar de supporters hoeven niet bang te zijn dat ze de hele wedstrijd tegen paspoppen aan zitten te kijken. Nou ja, de hele expositie is ontworpen om compleet afgebroken te kunnen worden en weer opgebouwd in één dag. Dus we moeten met z'n allen met man en macht eraan werken om het op vrijdagnacht af te bouwen en op zondag weer op te bouwen na de wedstrijd. De week duurt van 17 tot en met 25 oktober.